Hi en welkom bij jullie favoriete tv-programma Fris. We zijn vandaag in het hartje van Den Bosch, namelijk op de parade waar Festival Boulevard is georganiseerd. Er is van alles te doen en zoals u achter mij al kunt zien zit de stemming er goed in, de sfeerverlichting hangt, het is lekker weer. Nou, de mensen kijken gewoon vrolijk. We gaan straks even op het plein kijken wat er allemaal te doen is, want ik heb al een draaimolen gezien, dus nou, dat is toch wel heel leuk. Gaan we daar even kijken en voor de rest, ja, wat er nog meer gaat komen, kan ik niet verklappen, daar zult u gewoon voor moeten blijven kijken. Festival Boulevard. Ik ben wel bang voordat je dat zou vragen. Ja, wij zien geen gevaarlijke situatie. Nee, dat zien we gewoon niet. Dus het is goed. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik ben hier nog maar net. Ik heb er geen ideeën. Ik heb eigenlijk nog niks gezien. En dit is het eerste jaar dat u hier komt of vaker? Ja, eerste jaar. Eerste jaar. En wat is zo uw eerste indruk? Gezellig, lekker weer. Gezellig, mooi weer. Mooi weer. En u mevrouw? Ja, ik kom hier elk jaar, maar ik vind het heel leuk. Ja. Oké, okay, en waarom komt u dan ieder jaar weer terug? Gewoon voor, door de sfeer of... Ja, gezelligheid. Ja. Oké, okay, en wat vindt u van de voorstellingen? Vindt u dat er nog iets ontbreekt? Of... Ik heb nog helemaal niks gezien, dus ik weet het niet. Gaat u nog naar voorstellingen? Dat weet ik zelfs ook nog niet. Oké, okay, heel erg bedankt. Veel plezier nog. Bezoekers van het festival Boulevard. Ja. Wat is jullie mening over dit festival? Zo, jeetje. Nou, ik vind dit jaar weer een goede als vanouds opzet. Dus ik ben blij dat het er weer is. Ja, want u bent dus vaker geweest. Is dit, hoeveelste keer is dit? Jeetje. Ja, ik woon al 30 jaar in Den Bosch. Dus dit is de 20ste keer, de 25ste keer dat ik het... Zolang als het er is. Oké, okay, dus u bent wel een ervaren boulevard bezoeker. Vonden jullie dit jaar beter dan vorig jaar? Daar kan ik nog niks over zeggen. Dat heb ik al vaker gehoord. Waardoor komt dat? Ja, er is gewoon veel meer leven hier. We kwamen hier om 5 uur aan en het was nog volle bak. Bent u ook al aan de andere kant geweest of alleen nog hier? Nee, we hebben een theatervoorstelling hier gezien. En die is goedgekeurd? Super, we gaan morgen weer. Oké. Okay. Hetzelfde. Nou, wij gaan ook. De sfeer is goed. Als ik het vergelijk met, met vorig jaar, dan is het echt geweldig. Ja. Ja. Oké, okay, vorig jaar was het natuurlijk ook sowieso minder, want het weer was niet zo goed. Ja, ik bedoel voorgaande jaren. Met al die stijgers en toestanden en een beetje modernachtig en architectuur toestanden. En nou zijn het gewoon gezellige tentjes. Zijn jullie trouwe bezoekers van deze boulevard? Niet trouw, maar we komen wel af en toe langs. Zo. Nou, het weer is goed voor vanavond? Uitstekend. En de sfeer, wat vindt u hiervan? De sfeer is heel goed, daarvoor komen we ook. En om dingen te bezichtigen, te bekijken. En wat bekijkt u dan zoal? We hebben net, hoe heet dat dan? Wojciech gezien.
Dus... En dat is voor voorstelling? Ja. Wat houdt... Op een aparte locatie, dus met de bus daarheen. Ja, zo hoort het te zijn, vind ik. Ja. Ja, dat denk ik persoonlijk ook, want misschien lijkt dat allemaal te veel af, al die stellages en toestanden. En nou is het gewoon gezellig, iedereen is buiten en bankjes en is helemaal top. Ja, lekker wat drinken en wat zitten, ja, dat is ook meer gelegenheid toe nou volgens mij. Dus ik vind het geweldig, ja. Ik weet niet of u het weet, wij zitten aan en met tuiten. En wij komen om hier een feestje te maken. En jullie? Oh, dit is mooi zeg. Zo hé. U durft niks meer tegen elkaar te zeggen, hoor ik. Dat is heel verstandig, want we mogen niet te veel geluid produceren vanavond, zo schijnt. We hebben vandaag het Brouwers Dagblad onder ogen gehad. En er wordt streng gecontroleerd. Dus niet te hard jagen of zingen. Of gewoon wel. Ja. Zullen we beginnen? Ja. Oh, als we Bas hebben dan. Zijn we die Josie, ja? Ik hoor dat nou al een verzoekje, kan dat? Ja. Zullen we die dan maar gewoon doen? Ja. Oh, dan zijn we die Josie, ja. Dan zijn we die jij, Holadio. Oh. Nu zijn we die Jansi, ja. Nu zijn we die jee, holario. Oh, nu zijn we die Jansi, ja. Nu zijn we die jee, holario. Oh, nu zijn we die Jansi, ja. Nu zijn we die jee, holario. Bij ons in de Jordaan gaat het van Eilal. De Brabant staat en ik kom hier. Oh, de Sabbatiaan, de Sabbatiaan, jij, Holario. Rijd op het naam, hey. Oh, de Sabbatiaan, de Sabbatiaan, jij, Holario. Wat zei, hey. Oh, de Sabbatiaan, de Sabbatiaan, jij, Holario. Zou ik jullie iets mogen vragen? Ja, zeker. Is dit het eerste jaar dat jullie naar dit evenement gaan? Nee. Wij komen hier al meer dan 20 jaar misschien. Ja. Niet elk jaar, maar al wel sinds heel lang. Oké, dus jullie zijn ervaren boulevardbezoekers. Ja. Ik bezoek het eigenlijk al vanaf de jaren 80, toen het de boulevard Broken Dreams was. Oké, wat is uw mening over dit jaar? Ik vind het een gemoedelijke sfeer dan de jaren daarvoor. Ik vond het de jaren ervoor te koud, maar dit komt weer een beetje terug naar het oude. Ja. Ja, het is echt een gezellige zomeravond. Ja, dit is super. Ja. Gezellig, weer een beetje als vanouds. Een beetje lekker rommelig van opzet. Ja, leuk, weer is gelijk goed. Dus, ja. Ja, want vorig jaar was het weer wat minder, dus nu is het lekker weer. Nou, hartstikke gezellig. Ja. En als jullie meerdere jaren zijn geweest, hebben jullie denk ik ook meerdere voorstellingen gezien. Ja. Dit jaar zijn de voorstellingen denk ik anders en andere invalshoek. Wat is jullie mening daarover? Ik heb pas één voorstelling gezien, dus kan nog niks zeggen over de andere voorstellingen. En u? Mijn gevoel zegt dat het, ja, in ieder geval van de grotere producties, dat het wel altijd stabiel soort zelfde-achtige producties zijn. Dat het nu niet dit jaar ineens heel anders is dan andere jaren. Geen hele grote publiekstrekker is er nu. Nee. En zouden jullie dat wel willen of hebben jullie zoiets, het moet lekker blijven zoals het is? Ik vind het zo prima. En volgend jaar bent u ook weer van de partij, neem ik aan? Dit is mijn ding, de boulevard. Ja. Waarom is dit uw ding? De sfeer, maar ook de herinneringen aan de jaren 80, waar ze aankwamen met de tractoren en 's ochtends één lange tafel hadden waar ze aan gingen eten met z'n allen. En danspaleis, dat soort dingen. Ja, een beetje proef ik daar nog wel van.
En ik blijf het mooi vinden. En ja, ik hou vreselijk van Den Bosch. Dus, Is dit het eerste jaar voor jullie? Nee, voor mij is het derde jaar. En even kijken, morgen is 5. Ik word 3 jaar met mijn man. Wij hebben hier de eerste datum. Bij de Maar dan is het speciaal voor ons. Oh, dus het is ook een romantische plaat. Ja. Dit is een mooi verhaal. Dit willen we horen. Altijd hier komen. Elk jaar, echt. Kunt u wel vertellen over de ontmoeting hier? Nee, we hebben niet hier ontmoet, maar onze eerste... Even kijken. Eerste afspraken waren hier. En we hebben hier... De eerste daar oud. Toen, we hebben hier iets gedronken. En daarna, wij waren eventjes in een bar en een café, zoiets. Maar vandaag, wij worden morgen 3 jaar en wij hebben een zoontje. Dit is echt speciaal. Vindt u vroeger leuker dan de evenementen van nu? Of van nu heeft ook misschien wel wat? Nu heeft al wat, maar ik vond het vroeger echt heerlijk. Meer dans, meer... 1 gulden theatertjes toen. En, wel alternatiever. Ik vind het publiek ook wel veranderd uiteraard, maar dingen veranderen. Ik bedoel, we hebben het over 26 jaar later, hè? 27 jaar later. Dus Dus uw zoontje die gaat vast volgend jaar ook mee naar dit festival? Ja, dat klopt. Ja. Vandaag is een beetje, hij is nog klein, hij is 5 maanden. En volgend jaar doe ik wel. Met mijn zoon hier, ik vind het echt prachtig. Als u 1 ding hieraan zou mogen veranderen of toevoegen, wat zou dat dan zijn? Dat zou voor mij de draaimolen zijn met het restaurantje. Dat houdt in? Ja, dat is echt een draaimolen. En dat is een restaurantje. En als je beneden komt, kun je bestellen. En zolang als je wil, kun je blijven zitten. Vond ik geweldig. Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke optie. Het tango-tentje mag terugkomen, wat mij betreft. Dat was gewoon een tent waar... Een man en een vrouw die er al een aantal jaren... Of een jongen en een meid die dat samen deden. Dan heb je een klein rond tentje. En daar stond je omheen als publiek. En zij deden van heel dichtbij, heel passioneel de tango. Dat was heel mooi. Ja, dat is leuk. De sfeer is dit jaar wel heel leuk. Ja, de sfeer is weer leuk. En vind ik geweldig. Ja, die 3 jaar geleden was ook zo mooi weer. En vandaag is ook mooi weer. Ja, vorig jaar was regen. Ja, was regen. Was niet echt best. Maar voor mij is echt iets heel, heel speciaal. Ja, dat is mooi om te horen. Mijn man is nu thuis met de klein. En ik heb hem gezegd dat ga ik mee. Omdat ik wil echt nog 1 keer daar komen. Moet gaan. Ja, dat klopt. Nou, dat is hartstikke leuk. Dus u gaat volgend jaar en alle jaren, als het blijft komen, dan gaat het. Ja, dan ga ik echt. Ja, echt. Oké, dus ik denk dat dit wel de trouwste bezoeker is van de boulevard. Echt. Hé, bedankt. Dit was Fris weer voor deze week. Nou, het was een supergezellige avond. Zoals je ziet gaat helaas de draaimolen dicht. Ik ga proberen of dat ik nog 1 rondje mag draaien. En dan zeg ik tegen jullie, tot volgende week. Zelfde zender, zelfde tijd. Doei!